Ik werd uitgedaagd om de moeilijkste Minecraft Escape Room ooit te kraken. Een escape room dat al ongeveer 100 spelers hebben geprobeerd, maar velen zijn gefaald. Deze uitdaging belooft een zware test te worden van mijn verstand, vaardigheden, creativiteit, kennis van Minecraft mechanica en logica en zelfs Minecraft exploits en glitches zullen van pas komen. Maar waarom doe ik dit? Wel, laat het me uitleggen. Mijn vrienden noemen me een noob. Maar als ik de escape room voltooid heb, ben ik officieel een Minecraft pro. Lukt het me niet? Wel, dan ben ik voor eens en voor altijd een noob. Er staat dus heel veel op het spel. Maar hey, je dacht misschien al dat dit moeilijk was. Maar er is nog een twist. Ik heb namelijk maar slechts 1 uur de tijd. En ik mag niets van hulp gebruiken. Zelf het internet mag mij niet bijstaan. Maar goed, laten we gewoon gelijk naar de eerste kamer gaan. Ik startte in de eerste kamer met 2 ovens en een crafting table. In de ovens zat niets. Ik zette mijn hitboxes aan en zag iets net boven de blokken verschijnen. Er zat dus iets onder. Ik gebruikte de crafting table en ik vond een item frame met cobblestone. En ook onder de oven ernaast zat cobblestone. Onder de andere oven zat er een onzichtbaarheidsdrankje. Dit deed me denken aan het item dat onzichtbaar is in je inventory. Ik zocht even en daar was het. Een grijze glazen plaat. Hiermee kon ik naar de volgende kamer. Dit was de tweede kamer met een villager, compostvat, een grote bedrockdoos en een kist met dit in. Ik nam alles uit de kist en ik ging eens kijken wat de villager te bieden had. Niets speciaals, maar de dorpeling noemde Glitch. Ik zag in de audio subtitles dat er een evoker in de bedrock kooi zat. Een evoker dropt emeralds. Ik wist meteen wat ik moest doen. Ik moest de enderpearl glitch gebruiken, waarmee ik door bedrock kon gaan. Ik ging door bedrock en killde de evoker. Ik ging er weer uit en kocht broodjes. Hiermee kon ik een compostvat vullen en dat opende de volgende kamer. In die kamer stonden er heel veel kisten en ovens en zo. Dus ik begon gelijk te zoeken, maar ik vond niets. Ik had heel veel tijd verspild. Maar toen keek ik met F5 of er iets achter de lava zat. En jawel, daar was er een doorgang met water achter. Dus ik ging erdoor en toen was ik in de vierde kamer. Een kamer met een 1 blok hoge doorgang en 3 deuren. Er was ook een doelwit aan een dropper verbonden. Ik vond ook een barrel met pijlen en nog wat materialen. Met deze materialen kon ik een boog maken, waarmee ik op het doel kon schieten en een trapdoor kon vrijspelen. Hiermee kon ik door de 1 blok hoge doorgang en dat leidde me naar een quiz. Eenmaal opgelost kwam ik aan bij een kist met een raadsel. Ik snapte niet wat dit allemaal moest betekenen, maar ik zag dat er een doorgang tevoorschijn was gekomen. Dus ik bewaarde het raadsel en ik ging naar de volgende kamer en dit is hoe het verliep. De volgende kamer met powdered snow, lava en een bordje met als je een bucket hebt, doe dan hier je fishing rod in. Maar ik zag net hier een sea lantern, dus ik ga het breken. Oh, en jawel. Een barrel met heel veel eitjes en een fishing rod. Ik denk dat we door de lava de powdered snow moeten smelten. Ja, zeker. Er is een anvil, candles en een bucket is daar beneden gekomen. We hebben nu een bucket, dus we moeten hier onze fishing rod in doen. En oh, er is hier ijs en we moeten dat waarschijnlijk smelten met die kaarsjes. We krijgen dat aan vuur. Oh, misschien moeten we... Werd dat überhaupt met die eitjes tegen? Eitjes hoger. Het ijs is al veranderd in water. Dan veronderstel ik dat we hier zo naar binnen moeten. En toen drukte ik op de knop. Ik teleporteerde naar de kamer van even terug. Ik had 8 blokken meegekregen. Hiermee moest ik omhoog bouwen, dat wist ik zeker. Maar naar waar? Ik las het raadsel nog een paar keer en ik kwam tot de conclusie dat ik de hoogste deur moest nemen. Nu kwam ik in de kamer met een parcours, dat deed ik. De volgende 2 kamers werken ook voor u.
volgende kamer stond in het teken van redstone. Maar dat wist ik nog niet, kijk maar. Oké, de volgende kamer met een redstone lamp, een observer en een bordje met zet de lamp aan op tip. En kijk, er is hier ook nog een kist. Oké, dat zijn 6 leaves en een piston en een oak log. Oké, ik denk dat ik al weet wat ik moet doen. Voilà, het is al gelukt. En kijk, hier is er nu een deur opengegaan. In de volgende kamer stonden 2 ketels en een kist met 6 waterflessen en 1 emmer. Er was ook een bordje met als je hier naar beneden springt, zal je sterven aan fall damage. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht even na, maar ik kon het niet vinden. Hadden mijn vrienden gelijk? Ben ik echt een Minecraft noob? Voor we verder gaan met deze video wil ik jou vragen om te abonneren. Want dan help je mij enorm om mijn kanaal te laten groeien. Vergeet ook zeker niet dat duimpje omhoog te doen. Want als je deze video tot en met hier hebt gekeken, heb je het waarschijnlijk wel naar je zin. Ben ik echt een Minecraft noob? Dat zal nog moeten blijken. Want plots bedacht ik me dat ik gewoon de ketel moest vullen met waterflessen. En dan de bucket moest vullen. En dan een MRG doen. Toen kon ik naar de volgende kamer. Waar ik moest vechten tegen een hele groep zombies. En niet te vergeten. Ze hadden strength potions. Het was een paar keer een close call. Nu was het een doolhof. Niet bepaald mijn sterkste kant. Dat kon je ook wel zien. Want het ging zo. De tijd tikte genadeloos weg. De moed zakte in mijn schoenen. Het enige wat door mijn hoofd hing was: Joppe, je bent een noob. Maar uiteindelijk, na lang volhouden, lukte het toch. In kamer 13 komt F3 echt van pas. Kijk maar. Oké, de volgende kamer. Er is hier heel veel lava. En een boekje van wat staat er daar? Site E. En side B. Oké, we gaan eens lezen wat er hier staat. Oh, er zit hier waarschijnlijk inderdaad hoppers aan beide kanten verstopt achter de lava. En we moeten met F3 zoeken daar naartoe. Side A en B zijn ongewisseld waarschijnlijk. Maar we hebben dus al 1 ladder die we hier kunnen plaatsen. Voilà, nog een laddertje. Oh nee, ik heb het aan de verkeerde kant hangen. Hier moeten ze. Voilà. Easy. Oh. Hopper. Voilà. Ja, en de laatste. Voilà. Nu die kamer klaar was, kon ik naar de volgende. Meer bepaald de voorlaatste. Maar ik had maar nog 34 minuten op de klok. De uitgang was heel hoog. De exit had wel een rare trap van end portal frames. Waar ik geen idee van had wat ik ermee moest. Ik besloot de kist te bekijken. En ik kreeg te maken met de meest random items. Er was maar 1 blok. En toen zag ik het raster in de hoek van de kamer. De vloer eronder was van emerald. En er stond een beacon op. Ik begon te zoeken in de haven van het raster. En ik vond een oven. Het enige wat ik kon smelten was een nether gold ore. Als ik dat zou doen, zou ik de beacon kunnen gebruiken. Even later vond ik een item frame met niets in. En daarna nog één. Maar nu had ik het door. Er zat een bruine glazen plaat in. Nu had ik 2 blokken om omhoog te bouwen. Plots zag ik een zwart glas. Maar ik wou het niet breken. Wat ik wel brak, was de crafting table en de chest. En ik vond ook een zadel. Ik had telkens 2 blokken nodig om 1 end portal frame omhoog te bouwen. Maar als ik de beacon zou gebruiken, zou ik maar 1 blok nodig hebben per end portal. Ofwel 6 blokken in totaal, dus ik smolt mijn hout. Nu had ik nog 1 probleem, waar zet ik mijn beacon? Voordat een beacon werkt, heb je een piramide nodig en moet je zorgen dat het kan stralen tot in de hemel. Ik had nog 2 blokken nodig en ik vroeg me af waarom het glas er zat. Dus ik brak het toch en ik kreeg een tapijt waarmee ik niets kon. Maar als ik het op iets zou kunnen zetten, zou het een vol blok worden. Ik keek in F3 naar het zand en ik zag dat je er dingen kon op planten. Dus ook sugarcane. Hierop kon ik een carpet plaatsen. Ik had nog 1 blok nodig en dat was de beacon. Maar ik moest heel snel zijn. Eindelijk was ik in de laatste kamer. Met nog 10 minuten op de klok.
Oké, de volgende kamer met een barrel, maar ook een hut. Oké, dit zijn barriers, maar deze hier alles is een pressure plate. Ga eens kijken wat hierin zit. Oké, twee wheat. Oh ja, hier is hij. Oké. Oh. Dankjewel schaap, je mag dit houden, want je hebt deze deur open gedaan. Ik denk dat we daar gewoon tegen moeten schieten, dat is niet zo heel moeilijk. Oké, we kunnen nu 30. Ik was nu wel een pro, maar niets was meer zoals vroeger. Geen lach, geen mopjes, geen plezier. Ik had dit alles gedaan voor een stomme titel, puur zodat ik geen noob meer werd genoemd. Maar ik bedacht me dat het niet uitmaakt of je nu een noob of juist een pro bent. Ik had gewoon geleerd dat Minecraft is gemaakt om plezier te maken. Ik voelde me schuldig. Het was het niet waard. Door al deze ellende speelde ik zelf een hele tijd geen Minecraft. Ik had een oplossing nodig, want deze ellende moest voorbij zijn. En gelukkig was er een oplossing. Want ik kwam op het idee om gewoon mijn titel te verbranden. En vergeet zeker niet te abonneren en te liken. Maar als je deze video tof vindt, vind je deze fantastisch.